Ja, daar zit ik dan met een mooi stukje tomahawk van het varken. Hebben we gekocht bij beefandsteak.nl en we gaan het mooi laten zien hoe we dat op de barbecue kunnen klaarmaken. Ja, en hier heb je hem dan, het mooie stukje tomahawk van het varken. Toch wat marmering, lekker mooi, ja, wat vet erop. We gaan nu eerst even lekker wat invetten met wat olie. Ja. Dus voilà. Als jij hem weer verspreid. Hebben we de olie gehad, gaan we door naar de zout en peper. Want ja, een mooi stukje vlees, Edwin, ja, heeft natuurlijk niet zo heel veel nodig. Ja, daar kan ik natuurlijk wel van zeggen, toch, dat het zo is. Maar ja, ik vind een lekkere rub toch ook altijd wel heerlijk, hoor. Het kan wel wat toevoegen, maar het is absoluut heerlijk. Bij deze tomahawk doen we het er niet. Vandaag niet. Zo. Kijk, mooi even ingewreven. Van peper en zout. Geweldig lekker. Heerlijk. En deze doen we lekker direct erop, maar ja, we gaan er wat bij serveren. Daarbij serveren we een gepoft knoflookje. Ja. En dat gepofte knoflookje brengen we even op smaak. Want als we hem gaan eten, doen we zo'n teentje knoflook bij, zullen we straks zien. Maar goed, we gaan even knoflook poffen. En niet zomaar. Even een kopje eraf. Daarin. Dan hebben we hier salie. Even klein erop. Ja. We hebben hier verse oregano. Erop. Hoppakee. Tijm erbij. Hoppakee. En rozemarijn. Lekker erbij. Vers altijd, die Italiaanse kruiden. Heerlijk. Ach, man. Het mooiste vind ik altijd als je zo'n bakje koopt met de Italiaanse mix. Dus van alles een beetje. Olie erbij. Zo. En zout en peper. En dit gaat tot de barbecue, niet te hoge temperatuur. Uurtje. En dan worden die teentjes lekker zacht. En krijgen ze smaak van al die verse kruiden. En dat straks op die bereide tomahawk. Heerlijk. Genieten. Zo, steek erop. Direct. Ja, direct gewoon grillen. Hoppakee. Gaat ie. Oh, Edwin. Ah, dat is toch mooi, hè? Groot stukje vlees erop. Ja, ik kan er wel van genieten. Ja, jongens, ik wel. Even wachten. We gaan hem eten op rond de 64 graden kerntemperatuur. Dus daar willen we naartoe. Ja, Edwin. Ja, hij is 64, had je gezegd. Ja. Niet dat hij 64 jaar oud is of van 1964 is. Nee. 64 graden kern. En om de kern. Dus heel hij mooi. Ziet er heel mooi uit. Gaaf, hè? Wow. Ja, en als je... Dat is een mooi stukje. En als je het ook ruikt. Ja, ik word er wel blij van. Ja, ik wil wel vaker bij een barbecue. Maar ja, dat kan ik ook niet zo doen. Dagelijks bijna. Hoppakee. Wie daar? Zal ik alvast stiekem... Nee, dat gaat niet lukken. Nee, mag niet, hè? Nee. Dit is een bolletje knoflook. Ja. En nu is het eigenlijk even, zoals het hoort... Even rusten. We moeten hem laten rusten, dus we kunnen niks doen. We laten hem even liggen. Waar heb je de aluminiumfolie? Aluminiumfolie pakken we er even bij, zometeen. En dan gaan we weer oppakken wanneer we hem laten rusten. Nou, Bastiaan, je hebt hem hier klaar liggen. Hij heeft even gerust. Ja. Dus hij is aan de beurt. Hij is er klaar voor om aangezeten te worden. Maar je doet er nog wat mee, hè? Ja, want ik had hier, heb ik die bol knoflook, die we gepoft hebben. En dan zijn al die teentjes, zijn lekker zacht geworden, dus die kan je er uitknijpen. Ja. En dan kan je daar een heel klein beetje zo meteen van over je vlees heen doen. En dat is lekker. Wat we ook kunnen doen, Edwin. Is dat hem al? Zo kan het ook, ja. En dan als je meer wil, dan ligt het klaar. En nou. Lekker. We gaan snijden, het is klaar. Ja, genoeg, ik wou het zeggen. Laat het vlees. Hè? Ja. Mind your finger. Ik ga hem ook even proeven. Geweldig bereid, geweldig stukje vlees. Mm. Ja. Ja, absoluut. Ja. Nou, wil je dit geweldig stukje vlees ook maken? Dan begint het natuurlijk door naar Beef & Steak te gaan en een mooi stukje tomahawk van het varken te bestellen. En daarnaast gewoon lekker grillen op de barbecue. Je kunt hieronder het recept uiteraard lezen. Je kunt je nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire & Food TV. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en dan knoflookje erbij, echt, moet je doen. Even zo'n klein beetje erop, dat proeft heerlijk. Mm-hmm. Ja. Mm. Mm.